105.7 Wasabi FM. Ik heb zo'n zin om mee te zingen met deze platen. Altijd vrolijk, de zondagmorgen. Rio hoorde je via Wasabi FM met Party Shaker. Aan de andere kant van de microfoon, Dirk van de Zwevegemse Duikvereniging. Goedemorgen, Dirk. Goedemorgen, Dominique. En goedemorgen, luisteraars. Goedemorgen, welkom. Ik had hier een soort van achtergrondmuziekje. Zal ik het nog een keertje starten, als hij zin heeft? Hij heeft weinig zin. Vertel, de Zwevegemse Duikvereniging. Wat houdt het allemaal in? Wel, de Zwevegemse Duikvereniging is een vereniging die opgericht geweest is in 2001 door een aantal vrienden. Uh-huh. De bedoeling was van samen te duiken, samen onze hobby te beleven. Ja. En dat is wonderwel geslaagd. Momenteel zijn wij een vereniging met een 70-tal leden en een hele goede verstandhouding. En zijn dit hoofdzakelijk mannen of vrouwen die bij jullie komen duiken? Wel, wij hebben een wonderbaarlijke mix. We hebben een mix van zowel mannen als vrouwen. Zowel jonge, hele jonge mensen vanaf 12 jaar, mooie jeugdwerking, tot en met 60, 65-plussers. Dus alles door elkaar. Bovendien zijn er ook een aantal Franstaligen in onze club. En het mooie is dat iedereen zich met iedereen goed overeenkomt. Ja, Franstalig, dat hoor je toch niet onder water, hè? Inderdaad. Het is allemaal gebarentaal natuurlijk, hè? Aan welke eisen moet je eigenlijk voldoen om te mogen duiken? Wel, ik denk eerst en vooral lichamelijk geschikt zijn. Dus wij vragen van eerst en vooral een doktersattest, een medisch attest, dat u geschikt bent. Voor heb je nodig, ja. Ja, liefst toch, ja. In verband met bloeddruk of zoiets? Niet noodzakelijk. Ik denk dat het eer naar harttoestanden zijn en pulmonaire, dus longtoestanden. En wat leer je daar allemaal eigenlijk bij jullie in de club? Adem inhouden, bijvoorbeeld? Dat maakt deel uit van de fysieke trainingen, maar voornamelijk starten wij met een opleiding, dus kennis van het materiaal, gebruik van het materiaal, toepassen van de juiste procedures onder water, in het geval er iets verkeerd zou kunnen gaan. En dat moet een automatisme worden en daar wordt wekelijks op getraind. Welke materialen heb je zoal nodig om te duiken? Ik weet bijvoorbeeld een fles, een duikbril, zwemvliezen en daar stopt het mee voor mij. Ja, het starterspakket, wij noemen dat het ABC-materiaal, dat is een duikmasker met tuba, zwemvliezen of vinnen, loodgordel, uiteraard een badpak. En dat is de basis. Goed. Nog één keer, wat is een duiklogboek? Ik heb dat gezien op jullie site. Wat is dat eigenlijk, zo'n ding, een logboek? Een logboek dat dient om je duiken in te schrijven. Dus telkens je een duik gedaan hebt, schrijf je in op welke plaats, welke diepte, hoe lang je in het water gezeten hebt. Eventueel wat er te zien valt, wat er gebeurd is, wie je buddy was, dus wie je mededuiker was. Daarvoor dient de logboek om bij te houden voor jezelf en ook voor duikcentra als je op vakantie gaat duiken. Dan kunnen die mensen zien hoe lang het geleden is dat je nog onder water geweest bent. Ja, yeah. En als je bijvoorbeeld met vakantie bent en je hebt hier je duikdiploma gehaald, kan je dat dan in het buitenland overal gebruiken? Absoluut. De brevetten die uitgedeeld worden zijn internationale duikbrevetten. En ik mag zeggen met enige trots dat de Belgische duikers wereldwijd heel goed gezien zijn. Wij behoren tot het topje van de duikers op wereldvlak. Ja, en hoe lang is dat geldig? Zit er daar een limiet op of zo? Of is het zoals een rijbewijs van je kan altijd verder duiken? Dat is een beetje federatieafhankelijk, maar in de regel is het brevet onbeperkt in tijd. Het is wel zo, als je nu een aantal jaar niet meer gedoken hebt, gaan de mensen waar je duikt wel vragen van een checkdive te doen, om te zien of je nog steeds de nodige ervaring en skills beheerst. Maar je hebt geen doktersattest meer nodig, nee? Liefst wel. Liefst wel? Liefst wel, oké. Okay. Ja. Om alle ongelukken te vermijden. Ik stel voor dat we even luisteren naar een nummer. En dan komen we straks terug om nog een beetje verder te vertellen. Goed voor u? Graag. Ja. Hallo, ik ben Rudy van Menen. En mij kan je horen bij Wasabi FM op woensdag en op vrijdag en ook op zaterdag. Telke malen van 8 tot 10 uur in de morgen. En op zaterdag in de middag loopt mijn programma van 3 tot 6 uur. Luisteren dus woensdag, vrijdag en zaterdag uit Studio 5 gebeuren.
typisch onderwaterplaatje dit. De New Music met This World of Water of zoiets in die aard. Nog altijd bij ons in de studio Dirk van de duikvereniging, van de Zwevegemse duikvereniging. Dirk, wat zijn zo'n beetje jullie clubactiviteiten? Oh, naast het duiken hebben wij een aantal activiteiten om het gemeenschaps- het groepsgevoel te bevorderen. Dat is jaarlijks een barbecue die doorgaat ter gelegenheid van de doop van de nieuw gebreviteerden. Dus iemand die zijn eerste duikbrevet haalt, die wordt gedoopt. Dat is een ludiek gebeuren. Ja. Verder gaan we ook een eindejaarsdinertje hebben. Dat is ook altijd heel aangenaam. Dan worden filmpjes vertoond die in de loop van het jaar opgenomen geweest zijn. Ja. We hebben een nieuwjaarsreceptie waar nodige bubbels en versnaperingen. Dus je moet Bourgondier zijn om te kunnen duiken. We zijn een feestclub. Ja, we zijn een feestclub met een duikprobleem. Dat is mooi gezegd. Dat is mooi gezegd. Wat is nu eigenlijk het grote verschil tussen duiken in een zwembad of in een oceaan? Goh, in een oceaan heb je leven. Ja, in een zwembad ook? In een zwembad ook, maar het is anders. In de oceaan heb je de uitgestrektheid eerst en vooral. En dan de wondermooie natuur, de koralen als het in tropische wateren is. Verschillende soorten vissen. Het is compleet anders. Is het mooier onder water dan boven water? Het is fantastisch. Het is een mooie wereld. Ja, ja. Zijn er, en dat is nu een persoonlijke vraag van mij, zijn er duikers, zoals je ziet soms op televisie, dat ze tot 20 meter diep gaan zonder flessen? Absoluut, ja. Dat is, ja, toch? Ja, absoluut. Dat is apneeduiken. Dat is een compleet andere discipline. Ik denk dat het wereldrecord boven de 130 meter ligt. Maar dat is feitelijk niet echt het duiken met perslucht zoals wij doen. Ja. Wat is volgens jou de beste duikplek dat je ooit al geweest bent? Voor mij is het nog steeds de Rode Zee, Egypte. Dat is voor mij nog altijd het paradijs. Het is niet zo heel ver af, vijf uurtjes vliegen. En ja, het blijft toch een van de mooiste plaatsen ter wereld op het gebied van onderwaterleven. Ja, ja. En waar wil je nog duiken, persoonlijk dan? Ook heel graag ooit, het Great Barrier Reef in Australië. Schijnt mooi te zijn. Ja, absoluut. Ja. Ja. En is het een dure sport, het duiken? Oh, ja, wat is duur natuurlijk? Ik denk voor een complete uitrusting, maar dat kun je ook langzaam aanschaffen, dat je min of meer in de buurt van 1000 euro zult komen. Het is nu wel zo dat als duikvereniging wij een aantal materialen ter beschikking van onze leden stellen. Die kunnen dat huren voor een heel schappelijke prijs. Wat bedoel je met een aantal materialen? We hebben duikflessen, we hebben trimvesten waar die duikfles aan vast is. We hebben ademautomaten en die kunnen allemaal gebruikt worden door mensen van de club die nog niet over eigen materiaal beschikken. Ja, ja. Hebben jullie een website of Facebook? Want ik had al iets verteld van ik heb gezien op jullie website. Ja. Dus die heb je in ieder geval. Hoe vinden we jullie terug? zdv-duikclub.be zdv-duikclub.be ja. Duikclub.be. Ja. Ah ja, oké. Okay. Jullie hebben filosofie ook, hè? Ja, wij zijn gestart met de vereniging met als hoofddoel iedereen is welgekomen, ongeacht de federatie. Het is niet zo dat we de mensen in hokjes opdelen van kijk, je bent van die federatie en je bent niet welkom bij ons. Iedereen is welgekomen. Mm-hmm. Dat is het eerste. Vervolgens, het moet aangenaam zijn. Het is een vrije tijdbesteding, dus het is niet op dictatoriale manier dat er te werk gegaan wordt. Het moet leuk zijn, het moet aangenaam zijn. Yeah. En ten derde, veiligheid primeert. Altijd. Absoluut. Zoals in het verkeer natuurlijk. Hè? Absoluut. Jullie hebben ook een bepaalde signalen of zo dat jullie gebruiken onder water. Jullie leren dat ook aan. Dat is onderdeel van de opleiding, communiceren onder water. En ja, er zijn er een heel aantal die... En zijn er nooit geen versprekingen of zo, zoals bij ons op de radio, dat je zegt van oké, ik geef het verkeerde signaal, dat je... Nee? Hoog. Nou, dat kan, hè? Nee, na een avondje stappen heb ik wel eens iemand onder water zien stotteren, maar voor de rest, nee. Ja, ja. Hoe kunnen de mensen eigenlijk lid worden van jullie duikclub? Oh, heel eenvoudig. Kom eens langs op woensdagavond, de training. Die gaat door van 7:45 tot 8:45. Waar? In het zwembad de Zwevegem. Zwevegem, ja. Ja, ja, oké. En dan kunnen mensen zich inschrijven. Gaat het gemakkelijk? Of? Ja, de mensen kunnen informatie vragen en dan... kunnen die een of twee of drie trainingen mee
meedoen, vrijblijvend, om te voelen of het hun wel bevalt, de sport. En of dat is gratis dan? Dat is gratis, absoluut, ja. Ja. Drie trainingen en dan moet je eigenlijk beslissen van, oké. Ik stap erin of ik stap er niet in, absoluut, ja. En wat heb je nodig van ervaring? Moet je kunnen zwemmen? Moet je kunnen drijven? Liefst zwemmen toch, ja. Maar dat is het zo wat, hè. Zwemmen en... Maar je moet geen geoefende zwemmer zijn? Nee, zeker niet. Je kan gewoon, als je wat baantjes kan trekken, kan je gewoon... Absoluut, ja. Onze ondervoorzitter, die is anders valide. Dus die kan niet meer zijn benen gebruiken. En die is nog steeds verwendduiker. Toch? Absoluut. Ik denk dat we helemaal door zijn door het interview. Heb je nog iets aan toe te voegen of zo? Niet direct. Ik zou zeggen tot bubbels. Kom gerust even af als jullie er zin in hebben. En ja, geniet van de mooie sport als het eventjes in jullie interessesfeer ligt. Goed, Dirk, dankjewel voor de babbel. Dankjewel om te komen naar Wasabi FM en veel plezier met de duikvereniging.